Hey guys, welkom terug op mijn kanaal. We zijn vandaag zaterdag en oh my, ik ben blij dat ik die nacht heb overleefd gisteren, want het was echt een fucking crazy night. Dat is echt, amai. Ja, een ander hoofdstuk weer in ons leven. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag niet echt veel doen eigenlijk. Mijn buurvrouw, haar dochtertje verjaard. En ik denk dat ze Smit gaat sturen om te komen helpen. Ik ga Smit een pizza eten, want ik heb gisteren veel te veel gedronken om al mijn verdriet weg te spoelen. En wat ga ik dan nou doen? Ah, mijn overbuur. Mijn overbuurvrouw wordt 40 jaar. En die had ook al gevraagd om te komen drinken, dus dat gaan we doen. Dus we gaan even drinken. En ik zal eigenlijk eens naar de Aldi moeten voor oordopjes, want dat is niet te doen. Al de lawaai. We zijn hier al aan het werken vanaf 7 uur, ook op een zaterdag, dus ja. Dat moeten we misschien iets doen. By the way, deel mijn video zeker, want mijn kanaal is weer niet aan het groeien, we blijven weer staan. Dus, en je vindt vlogs super leuk en je wilt me volgen. Als je, dat moet niet, maar als je me wilt volgen, geef je dat te abonneren zeker en vast. Want ik denk dat ik dat niet genoeg zeg of zo, ik weet het niet. Of niet enthousiast genoeg zeg, van volg mij, AUB. Het is volledig gratis, by the way, dus altijd een misverstand. Het feit dat ik vraag om te abonneren, dat is volledig gratis. Hier. En by the way, volg mij op Instagram en Twitter, zodat ik jullie kan waarschuwen als mijn video's veel te laat online komen en zo. Dan kan ik jullie waarschuwen van, oei, sorry guys. De video gaat super laat zijn op deze dag, of super vroeg zijn. Allee, super vroeg nog niet, maar super laat zijn. Dat kan ik jullie ja, waarschuwen. En dat kan jullie leuke foto's zien, buiten hetgeen dat je ziet op YouTube natuurlijk. Dus een andere inzicht in mijn leven. Dus zoek me op Instagram. En ja, abonneer het UAB. En nu gaan we eten. Hey guys, och, mijn buurvrouw verjaard en ik ga gewoon naar het koopcentrum gaan om een cadeaubon te kopen. Het is nu 7:15, het is open tot 9 uur geloof ik, dus ik ga gauw gaan. Oh, ik weet het, ik zie er niet uit. Ik heb al een BH aangetrokken, dus het is... Oh mijn god, we gaan gauw vertrekken, want het gaat nog regenen vanaf 20 uur, maar het is nog redelijk warm buiten denk ik, dus ik ga gauw vertrekken. Het was kei druk in het koopcentrum. Ik weet niet wat er aan de hand is vandaag. Maar het is weekend. Ik heb zo zin in de kwik, maar ik weet niet hoeveel geld ik nog staan heb. Zal ik het proberen? En als ik geen geld heb, ja, sta ik er schoon. Oh guys, ik heb me eventjes geparkeerd, maar ik sta hier onder bomen. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar shit, hè. Dus mijn auto gaat zo iets van mijn vogelkak hangen. En hier zijn struiken. Oh shit, ik haat hier parkeren. Maar er zijn de plaats die altijd overblijven. Waarom? Omdat iedereen weet, die vogels die kakken op in dat auto. Oh. Dus. Maar ja, aangezien het gaat regenen vandaag, hoop ik dat ik niet terug naar de car was gaan moeten gaan volgende week. Maar ja, ça va. Het is het risico dat je neemt. Oh. En ik geloof het is al bijna 7 uur dus. Ah ja, by the way, ik heb in het koopcentrum een cadeaubon moesten halen voor mijn buurvrouw. Want ze wordt 40 jaar. Ja. Excuseert. Het is weet op de markt. Volleybal of zoiets. Oh my god guys, het is niet aan het hagelen wel.
Ik weet niet of het kunt zien. Oh my god. Oké, okay. Ik ga mega zijn, want dat is een beetje wat klet. Ik ben bijna aan mijn auto. Ik denk dat het 8 uur is. Stond omdat het om 8 uur ging regenen en ik denk dat het klokslag 8 uur is. Oh my god. Oh, ik was in het. Ik ben bijna aan mijn auto. Guys, ik ben terug in mijn auto en oh my god. Ik ben doorweekt. Ik ga gewoon naar rust gaan. Ik heb daar zo naast, ik had geen plastieke zak, maar ik wel in mijn auto een paraplu. Oh, ik ben een kieke. Maar, voort. We zijn er niet door. Dus de lucht ging op mijn auto gekakt. Dat is al niet een voordeel, maar nu ga ik gewoon naar rust gaan, want anders ben ik morgen verkouden. Ik heb net gedoucht, guys. En ik heb een kleedje aan dat ik van mijn buurvrouw heb gekregen. En ik voel me zo dramatisch. Hallo darlings, how are you doing allemaal? Oh, ik ga nu, by the way, ik hou van mijn handtas. Niets is nat geworden, echt. Het was regen, hagel en echt keiharde regen en hagel en niets is nat geworden. Mijn durf daarentegen, ik zie of ik die hem nog kan redden. Mijn durf aan het opeten en ik ben naar Luke aan het kijken van een luxe beet. Guys, ik ga slapen. Morgen is het zondag, alvast een happy Sunday. Laat het nu 2 uur. En echt, de frustratie over mijn computer is echt niet te doen. Ik zit nu al een kwartier aan het wachten voor 1% voor dat op te slaan in Windows Live Movie Maker. Ik weet niet wat met mijn computer scheelt, maar het is zo traag. En ik ben echt kei moe. Ik heb het opgegeven. Het was al een kwartier 99%. En dat ging gewoon niet vooruit. Dus ik heb het gewoon opgegeven. Ik ga gewoon slapen. Als ik wakker word, ga ik naar beneden en zien hoe ver het staat. Want voor hetzelfde gaat het wel 99% over 3 uur. Dus I don't care. Het is, ik hoop gewoon dat ik, als ik wakker word, dan, als ik me toch meestal gaan plassen 's nachts, dat ik gewoon kan gaan kijken hoe ver het staat. En dat ik dat gewoon al kan plannen voor morgen vroeg. Het is echt niet te doen. Dat editen zelf val ik heel mee. Maar het is dat opslaan, dat uploaden, dat duurt al zo lang. Allee, uploaden valt nog mee. Dat opslaan in Windows Live Movie Maker, dat is echt zo fucking traag. Ik heb een nieuwe computer nodig. Nee. Ik ga stoppen met zeggen, guys. Ik zie jullie morgen. Alvast een happy Sunday. Doei, slaap wel. Vergeet niet te abonneren en te delen en een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie morgen, guys. Doei.